Ik was wel rond een uurtje of 12 pas thuis vanuit Den Helder. Maar deze potje heb ik ook weer binnen. Yay! Inmiddels is het dus al 9:10 in de avond. Ja, ook ik heb weer... Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, jij bent Karin. Precies dat. Het is vandaag, vrijdag. 9 december. 2022 en het is nu 6:20 in de middag. Ja, precies. 17:40 voor de kenners. Het is niet duur. Nee, precies. Dus wij staan dus nu in de mall om lekker te gaan shoppelen. Ja, kijk, hier bij Westfield, Mall of the Netherlands. Ja. Daar staan we. En ja, ik weet, het is laat. Het is al donker achter ons. I know. Kijk, en we staan daar. U bent inderdaad. Hier. Nou, u bent niet hier. Wij zijn hier. U niet. Nee, precies. Maar dat zeg ik, het is al laat. Ik weet het. Maar ik wil jullie nog wat laten zien, want het is heel mooi. Dus wij wensen jullie gewoon al met al weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk eens hoe mooi een maan. Ja, ik vind hem mooi. Ik weet niet of jullie het heel goed duidelijk kunnen zien in het donker. Maar ik vind hem heel mooi. Daarom staan we ook dus gewoon op het dak geparkeerd. Ja, ik was wel rond een uurtje of 12 pas thuis vanuit Den Helder. Maar ik heb ook niet zo heel veel slaap gehad vanochtend. Dus toen ben ik thuis gekomen en gelijk weer in mijn nest gegaan. Dus ik ben er nou eigenlijk net wakker. En Ro ook. Die had ook nachtdienst. Dus. En dan heeft hij vanavond ook nog nachtdienst. En dan is het morgen nog voor Rode weer op tijd uit. Want we gaan wat laten doen aan onze auto's. Ja, Ro ook. Jee. Eindelijk. Dus ja. Dus Willy. Mag niet klagen. En ik moet sowieso even tijgerbal zijn hebben. Want ik heb pijn in mijn rug nog steeds. Ja. Is niet handig. En Ro zit een beetje met zijn telefoon. Zoals altijd. Is handig. Ja, ik moet sowieso even tijgerbalsem hebben, want dat heb ik namelijk niet meer. Kijk, het is gewoon. Het is gewoon heel erg op deze met zijn telefoon. Maakt het me niet uit. Nee. Maar ja, het is hier wel lekker warm. Dat wel. Maar ik had er ook aan de alarm. Ja. Hoi. Hey. En waar ben je mee bezig? Bestellingen. Bestellingen nog wel? Ja. Oké, okay. En welke bestellingen? Hier, de open. Oh, nog open. Ja, die zijn er zeker nog open. Nou, we gaan even kijken wat hij wil hebben. Ja. Deze potje heb ik ook weer binnen. Yay! Kost tegenwoordig wel weer wat hoor. Jeetje, Mina, weet je hoe duur die is? 15 euro. Nee, 9 euro. 9 euro? Ja, precies. Precies. Maar hoe noem je mij nou net? Huh? Hoe ik nou net liep? Kost de kabouterdans. Want? Ik stap nu rond als een gans, zo had ik een bouterdans. Want, waarom noem je mij zo? Zo te waggelen. Ja, omdat ik gewoon hele lage rugpijn heb, jongens. Ja, echt. Dus ik stap nu rond als een kabouterdans. Ja, als een gans. Ja, weet het even gelijk. Maar Rodi loopt er ook niet altijd even goed bij, hoor. Kijk, en dan gaat de karretje weer zoeken. Is ook leuk. Karretje pakken. Onze manier karretje pakken. Helemaal goed. Naar het gele karretje. Hè? Naar het gele karretje. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dan gaan we even de winkel in. We even kunnen kijken wat we kunnen scoren. Eventueel mogelijk. Even ontbakken. Ja, inderdaad, dat is een goeie. Ontbakken, helemaal goed. Ik volg jou, meneer. Ga je mij vloggen? Ja, nu wel eens een keer. Dan sta jij er eens een keertje weer goed gemutst op. Sowieso.
Dus, laat even kijken zien hoe je gaat lopen. Ja. Nou, laat me zien hoe jij de winkel gaat trotseren. Gaat hij mij nadoen. Ja. Nou, ga naar de ontbak. Helemaal goud. Gas op die lolly. Goed zo. Hoi. Ik ga Ro even helemaal filmen. Vind ik leuk. Draai een keer in het rond. Stap met je voeten op de draaien. Ga nu zitten met ons. Dan moeten we harder gaan praten, schat. Want ik weet het niet meer. Dat is mooi. Nou. Onze bekende route. Zo. Ja. Zo. Wat zit er allemaal in? Zooi. Ja, heel veel zooi. Worstenbroodjes, mini. Framboos. Hoe duur is dat? Serieus, hoe duur? Let me see. Dat denk ik. Een eurotje. Een euro voor de keffer. Ja, nou, mij niet gezien. Dat is wel lekker. Nee, ook niet. Echt niet. Nee, niks voor mij hier. Ja, maar de koekoek. Lekker. Mini hotdogs, ja, jongens. Maar 2,50. Voor een euro. Euro, okay. Tweede halve prijs. Nee, poepie. 2,50. Ja, wat jij wil. Prima. Nou, Roderick is even wat bij zijn ouders aan het afgeven. En ik wacht even in de auto. En dan ga ik Ro even weer naar huis brengen. Kan ik nog even slapen. En ik breng Ro vanavond even naar zijn werk. Want morgen moeten we weer eventjes ergens anders naartoe voor de auto. Ja, en ik vertel nog niet wat. En zondag wordt ook een leuke dag. Ja, maar ik vertel nog niet wat. Nee. Ik niet. Loop. Jammer hè, dat ik dat en dat nog niet vertel. Ja. Jammer hè. Ja, dat weet ik. Ah, nou. Ik weet dat het gewoon jammer is, maar hij moest het een en ander even wat uitleggen waarschijnlijk over hetgeen dat hij heeft gekocht. Dus dat is waarschijnlijk nu aan het doen. Want ik zie hem ook nog niet terugkomen lopen met zijn lampie. Dus ja. Dus dat. Mijn auto ziet er ook eigenlijk niet uit. Nee. Maar ik heb nog water. Ik heb dorst. En jeuk in mijn neus. Ja. Jeuk in mijn neus. Ja. Precies dat. Ah, dit is zo lekker. Even water drinken. Gewoon water. Ah. Waarom ga je nou aan? Dat is niet wat ik vraag. Om aan te gaan. Hij ging in één keer zomaar aan. Ook leuk, ook handig. Zo, even lichtjes uitdoen. Buiten, ook leuk. Ja. Maar goed. Ik ben gewoon nog moe, loom. Ik ben ook blij dat ik voor vandaag thuis ben. Ik ging weer even lekker in mijn eigen bedje slapen. Ja. Even vlogs editen vanavond. Chipje erbij. Colaatje erbij. Lekker. Ja. Gewoon lekker. Even kijken wat nieuws. Misschien eventueel nog weer wat kan doen. Even weer een beetje voor uitwerken. Want volgende week ben ik ook een hele lange week in Den Helder. Vanaf woensdag tot waarschijnlijk zondag. Maar ik zit nog een beetje te twijfelen over zondag. Voor volgende week. Maar of ik dat wel wil gaan doen, maar dat zie ik dan wel. En ik ben ook blij dat ik volgend jaar naar de tandarts kan. Echt, man. Jullie willen het niet weten over mijn gebit. Echt niet. Nee, maar ja, komt ook alweer goed. Alles komt wel weer eens een keertje op zijn poot terecht. En daar komt de Ro aan. Dus ik ga Ro. Of dat hij eerst nog wat eten wil. Of dat hij gelijk naar huis wil. Maar dan moet ik even kijken. Het is nu 6:30. En ik moet hem rond
kwart voor tien, 10 uur naar zijn werk toe brengen, dus ja. Inmiddels is het dus al 9:50 in de avond. Ja, ook ik heb hier even een beetje bijgelegen. Ik heb niet geslapen, maar gewoon even lekker chill gelegen, omdat ik ook nog steeds pijn heb in mijn onderrug. Daar heb ik even lekker tijgerbalsem op gesmeerd, dus dat is wel een beetje soepeler. Maar ik heb bijna ook weer goed gemutst, ja. Ik heb een lekkere sjaal aan die ik van mijn schoonouders heb gekregen. Ik heb mijn jas aan. En ik ga eventjes een blokje met de hondjes doen. En dan ga ik zo meteen Row ook weer naar het werk brengen. Dus ja, ik ga nu even lopen met de hondjes. Dus ik zie jullie straks als ik weer thuis ben. Het is een roetje koud volgens mij buiten. Yeah. Ja, ik denk ik doe maar een trui aan. Het is koud en ik heb geen zin om namelijk de kachel aan te doen. Nee, dus ik had iets van, doe even een truitje aan. Heerlijk. Maar ja, ik ga deze vlog afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een toffe video? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.